wereld is in crisis, maar vloer- en wandtegelfabrikant Moza in Maastricht heeft in 2009 heel goed gedraaid. Veel oog voor het design van de tegels maakt het Maastrichtse productiebedrijf met 550 personeelsleden minder gevoelig voor economiegrillen. Ja, 2009 is een goed jaar voor ons geweest. Dat komt omdat we nog steeds in staat blijken om met onderscheidende producten heel veel marktaandeel te winnen. Nou is het zo dat als een gebouw gebouwd wordt, dan komen de tegels pas aan het einde van de bouw erin. En daarom zullen wij ook in 2010 meer effecten van de kredietcrisis merken. Ja, wat betekent dat, een achteruitgang? In 2009 zijn we zo'n 2% in omzet achteruit gegaan. En we denken dat we in 2010 nog een paar procent extra achteruit zullen gaan. Ja, maar dat is niet groot ten opzichte van veel andere bedrijven. Nee, dat klopt, omdat we ook heel veel mogelijkheden zien, met name ook in het buitenland, om daar verder te groeien. We krijgen heel veel vraag uit het buitenland, met name van architecten, die onze producten duidelijk anders vinden dan het reguliere aanbod. De goede resultaten van Moza staan in schril contrast met eind jaren 90. Toen was de onderneming bijna kopje onder gegaan. De toenmalige eigenaren hadden plannen om de productie naar Turkije te verplaatsen. De toen net aangetreden directeur Thomas behield de inmiddels 127 jaar oude onderneming voor Maastricht. Nou, we hebben er bewust voor gekozen om in Nederland te blijven produceren. En we willen ook gebruik maken van de voordelen van productie in Nederland. En die zijn er. Bijvoorbeeld dat je heel dicht bij je klant zit. Maar ook dat we heel veel nieuwe producten kunnen ontwikkelen. In kleine series. En dat betekent dat je heel veel contacten moet hebben met productontwikkelaars, met de productie zelf. En daardoor moet het allemaal dicht bij elkaar zitten. Er zijn natuurlijk ook wel een aantal nadelen van produceren in Nederland, maar die proberen we in feite te ontwijken. Ja, welke nadelen? Nou, een voorbeeld is dat de kosten van productie in Nederland hoger zijn dan voor produceren in China. Maar de andere kant is het wel zo dat het veel duurzamer is om lokaal te produceren. Maar het is eigenlijk van de gekke dat zware producten als tegels over de hele wereld geschouwd moeten worden om vervolgens in Nederland verkocht te worden. En jullie automatiseren ook heel sterk waar dat kan? Ja, we automatiseren, maar we automatiseren zodanig dat we steeds meer kleine series kunnen maken van speciale producten. En dat betekent dus dat er de lijnen heel vaak worden omgesteld en dat we dus elke keer andere producten kunnen maken. Daarbij slaat Moza nieuwe wegen in. Naast tegels voor binnen is het bedrijf een buitentegel aan het ontwikkelen. Daarvoor is een nieuwe onderneming opgericht. Ze hebben onder andere bezig met de opzet van Moza Systems. Dat wil zeggen dat we kijken naar de integratie van tegels in systemen, zoals gevelbekleding, buitenbestrating. We hebben daar al de eerste projecten mee gedaan en we zien dat we daar heel veel nieuwe toepassingen van tegels door kunnen maken. Dus eigenlijk, Moza gaat naar buiten? Ja, Moza gaat naar buiten toe, maar het is wel met dezelfde esthetische oplossingen als dat we ook binnen toepassen. Ja, een heel leuk voorbeeld is de gevel van V&D in Heerlen. Die was voorzien van een oude natuurstenen gevel en die is nu vervangen door een keramische gevel van Moza tegels. En die is net opgeleverd. En kan die dan net zo lang mee als natuursteen? Nee, hij kan veel langer mee. Natuursteen is wat dat betreft niet slijtvast. Onze keramische tegels kunnen wat dat betreft het gebouw overleven. Ja. Maar kun je daar nog grote omzetten mee gaan halen in de toekomst? Dat is een markt die we nu moeten ontwikkelen. Op zich zijn er natuurlijk heel veel gevels die gemaakt worden. En wij denken met onze tegels die toch een heel ander gevelbeeld geven, dat we daar in de toekomst veel in kunnen bereiken. Alleen dat is toch niet zeker. Dat zijn dingen die we wel eens op het oriënteren zijn. En eigenlijk verkopen we en ontwikkelen we gelijktijdig. We hebben een aantal concepten, die bieden we al aan in de markt. En we zien dat ze toegepast worden en tijdens het toepassen komen we tot nieuwe toepassingen. En wat je ook ziet is als je eenmaal een voorbeeldproject hebt, dat dat heel veel vragen oproept in de markt of we die systemen ook daar kunnen leveren.